We zijn hier vandaag in Sunparks en Mol bij de 12 kerstverse finalisten van Mr. Gay Belgium 2018. Tijd om ze beter te leren kennen. Naast mij heb ik Bart. Dag Bart. Dag Jamie. Je mag jezelf even kort voorstellen. Ja, ik ben dus Bart. Ik ben 32 jaar, afkomstig uit het Oost-Vlaamse Locris-team. In het dagelijkse leven werk ik binnen een woonzorgcentrum. En dat is ook thema dat ik graag zou willen uitspelen tijdens mijn campagne van Mr. Gay Belgium. Oudere hollybies en transgenders. Ze zijn er, maar nog iets te veel onzichtbaar. En daar wil ik verandering in brengen. Iets te veel onzichtbaar. Is dat het grootste probleem, denk je, dat er aan de hand is? Nee, vooral de generatie die er nu is. Dat zijn mensen die hebben een oorlog meegemaakt en zo. Ze zijn nog van een totaal andere generatie. Mensen worden ergens onrechtstreeks opnieuw verplicht om opnieuw in de kast te kruipen. Uit schrik om uitgesloten te worden. Om minder goede zorg te krijgen. En ergens wil ik nu een trend zetten om de nieuwe generatie daar een veel minder groot stressgevoel over te geven. Dat het veel gemakkelijker is en ook minder stressvol om de verhuis te maken naar een woonzorgcentrum. Oké, ik zal je nu een paar twee keuzevragen stellen. Gewoon snel kiezen tussen de twee. Oké, klaar? Ja. Oké, super. Saus erop of ernaast? Erop. Rond of vierkant? Rond. Zon of bos? Zon. Oké, voor mij juist van hetzelfde. Oké, uw levensmotto, wat is dat? Live life to the maximum. Stel je voor, je zou een autobiografie moeten schrijven over jouw leven. Wat zou de titel daarvan zijn? Het leven zoals het was, Bart Hesters. Het leven zoals het was, met die mooie woorden zullen wij afsluiten. Dankjewel.